Zondags ging hij dus een eindje lopen. Hij heeft nog met een buurman gepraat, die vrouw lag in het ziekenhuis. En hij is aan de deur uitgestapt uit de flat en ja, daarna spoorloos. Rond 11 uur 's ochtends is hij gezien in de spoortunnel bij het station van Weesp en even later op het NS-station in Duivendrecht. Ja, hij kan er misschien wel gevallen zijn. Ja, zeg het maar. Je weet het gewoon niet. Op elke hoek zie je hem nu eigenlijk. Overal waar hij te zien is, hoe beter mensen op gaan letten. En ik vind, omdat ze dus, ze hadden me ook uitgelegd in het buitenland, in België en Engeland, goede resultaten. Dan denk ik, ja, dan wil ik daar ook aan dat ze dat doen. Je hoort niks meer, je ziet niks en niemand, ja. Dus dat vind ik, ja, dan is de hoop toch wel een beetje weg. De hoop is wel weg, maar je hoopt toch om het af te sluiten dat je dit, ja, dat je dus ja, een begrafenis of zo kunt regelen.